Anneke Saloos, je bent coördinator van deze alcoholcontrole in Melissant. Waarom deze controle? De controle is speciaal gericht ook op deze tijd. Om eens te kijken of inderdaad mensen vanuit hun werk gedronken hebben. En controle alcohol, mensen drinken nog veel voor achter stuur. En vandaar deze controle. Is dit de enige plaats op het eiland of zijn er meerdere tegelijk? Vandaag is dit de enige plaats op het eiland, ja. Ja. En hoe laat zijn jullie begonnen? Wij zijn om 4:30 begonnen. En we hebben heel veel auto's laten blazen, inderdaad. Ja. Zijn er al veel mensen uitgehouden die gedronken hadden? Ja, we hebben 8 mensen aangehouden, waarvan 6 al procesverbaal is opgemaakt. Ja, 2 waren net op het randje, we konden net door. Maar er zijn 6 procesverbalen al opgemaakt, ja. En het was al voor 7:00 vanavond, dus dat zegt genoeg volgens mij. Maar betekent dat dan de enige mensen zijn die gedronken hebben? Of zijn er ook mensen die zo weinig gedronken hebben dat er geen procesverbaal opgemaakt wordt? Ja, die zijn er ook bij. Dat mensen toch wel net op het randje, dat ze wel gedronken hebben, maar net op het randje waarvan dan geen procesverbaal van opgemaakt wordt. Nu staan er best wel veel wagens en zo van jullie, van de politie. En wat is dit allemaal? We hebben ondersteuning van de verkeersdienst ook, 2 motorrijders. We hebben een gloednieuwe MCE-wagen, dus dat is de mobiele centrale eenheid. Dat is heel nieuw en we zijn ook heel blij dat we die vandaag voor het eerst op het eiland mochten gebruiken van de verkeersdienst. Daar zit van alles in, daar kunnen we ook gelijk de PV's verwerken. De procesverbalen, dus de computer zit erin en een keukentje en alles kan gelijk afgehandeld worden. Officier van justitie of de chef van dienst is daar ook bij, dus verdachten kunnen gelijk voorgeleid worden. Dus alles kan gelijk afgehandeld worden mobiel en daar zijn we heel blij en heel trots op dat hij hier is vandaag. Ja. Kunnen we binnenkort nog meer van zulke controles verwachten? Alcoholcontroles blijft altijd. En kijk, zo grootschalig als nu met de verkeersdienst, dat is natuurlijk, ja, dat is wat moeilijker. Maar we hebben heel wat mensen, zoals je ook ziet, mensen uit de wijk en van andere bureaus hulp gekregen. Ja. En die zullen er zeker nog meer komen, ja. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben net gecontroleerd. Ja, klopt. Op alcohol. Op alcohol, ja. Nog nooit gedaan, maar en niet de eerste keer. Ja, toch wel leuk om het dan toch een keer te doen, toch? Nou ja, het moet. Ja, maar alles goed? Alles prima. Drink geen ene druppel, dus. Wat vindt u nou van zo'n controle? Ik vind het een goede zaak op zich, want degene die dus te veel drinkt, moet ze gewoon allemaal pakken. Je mag even diep ademhalen en goed doorblazen. Ik ben 86 jaar en ik kreeg van mijn 20e auto en ik heb van zijn levensdagen nog een controle gehad. Maar eens moet de eerste keer zijn natuurlijk. U mag even diep ademhalen en goed doorblazen tot ik stop zeg. Stop maar. Gaat hij nadenken? Hij zegt inderdaad dat het goed is. De P van prima. Dus je mag van mij betreft verder. Bedankt voor de medewerking. Nog een goede reis. Ja. Wat vinden u van die controles? Op zich hartstikke goed. Want ik vind het nergens als mensen ook maar 1 druppel alcohol op hebben en achter stuur gaan. Ik vind het kan niet genoeg gebeuren. Nou hebben we van mensen uit de omgeving ook begrepen dat... Dat er best wel wat problemen zijn met het verkeer, hè? Dat het best wel ophoudt. En ja, er waren ook mensen die zeiden ambulances konden niet door. Wat kunt u daarover melden? Kijk, dat het verkeer ophoudt, dat is logisch. Kijk, je wil iedereen laten blazen. En dat daar mensen bij zijn die daar niet blij mee zijn, dat is logisch. Hè? Je staat toch te wachten en je hebt je afspraken. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. En een ambulance, we hebben inderdaad vanmiddag een ambulance gehad die spoed had. Daar heeft de motorrijder van ons heel goed op gereageerd. Hij heeft hem tussenuit gehaald en heeft hem met goede begeleiding spoedig mogelijk naar het Dirkshand ziekenhuis begeleid. Dus dat is heel goed gegaan. Goedenavond. Hoi. Ja. Je bent net ook gecontroleerd? Ja. Alles goed? Ja, voor de rest wel, ja. Wat vind je van zo'n controle? Nou, beter op zaterdagavond, hè. Dan wordt er wat meer gedronken meestal. Dat is zo, maar buiten dat de controles gehouden worden? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Liever niet, maar ja. Nee. Maar het is in ieder geval goed voor iemand die zijn verantwoording niet neemt, dus. Meneer, we zijn bezig met de alcoholcontrole en u mag even een blaastest afleggen. Ja. Akkoord? Ja. Heeft u dit al eerder gedaan? Nee. Maar even diep ademhalen, in het apparaat blazen tot het klik zegt en dan is het voorbij. Ga je gang. Ja, dank u wel. U bent er al. Het is een peetje, dus goede reis verder en wel thuis. Dank u wel. Ja, akkoord. Dag.